We zijn hier vandaag bij de Friese IJsarena, het Tialf, waar vandaag de NK afstanden van start gaan. Ons doel is om hier die unieke schaatssfeer te proeven. Ja, maar natuurlijk wel in geheel CQC-stijl. Wat is nou de sfeer van Tialf? Nou ja, kijk, zelfs op vrijdagmiddag, wanneer iedereen eigenlijk hoort te werken, dan zit hier nog publiek. Als al die mensen jou aanmoedigen, dan hoor je gewoon helemaal niks. Dan wil je alleen maar één ding, zo hard mogelijk schaatsen. Dat is net of er iemand met een mes achter je aan zit te prikken. Nou, hier in Tialf heeft wel echt iets extra's. Het publiek is gewoon geweldig. Gewoon de hele sfeer eromheen is gewoon super. Als je dan voor de start staat, als dan de start je oproept en in heel Tialf is stil, want dan zijn ze ook gewoon keurig stil, en een startschot klinkt, en Tialf ontploft dan en dan hoor je jezelf niet meer schaatsen, maar je gaat wel heel hard. En als je iedere keer over de finishlijn heen komt en je hoort weer een rondetijd en je hoort Tialf nog weer harder gaan schreeuwen, ja, dat is een heerlijk gevoel. Dus het ultieme Tialf gevoel, het ultieme schaatsgevoel, dat heb je eigenlijk alleen maar als je hier staat. Ja, ja, ja. Zouden wij hier ook een rondje op die binnenbaan kunnen schaatsen? Vandaag? Misschien. Ah, ik geef er geen kans. Kun jij ons dan niet aan een accreditatie helpen dat we daar wel komen? Nee, sorry. Dan raak ik misschien mij nu wel kwijt en ik moet morgen en zondag nog schaatsen. Dus ja, dat is waar, dat is waar. Als ik nou gewoon een pakje aantrek, dan ziet toch niemand als ik gewoon in die tunnel naar beneden ga, dat ziet toch niemand? Nee, zeg je gewoon dat je Sven Kramer bent. Doe je wat sokken hier bij je benen in, dat ze wat dikker lijken. Nou, ik wilde eigenlijk sokken ergens anders stoppen. Hè? Ergens anders stoppen? Ja, dat mag ook wel, maar dan sta je misschien de volgende week in een Game Magazine. Dat moet je niet doen. Het ultieme gevoel, dat is toch wel als je daar in het midden staat. Dus dat gaan wij gewoon proberen. Maar we hebben één probleem en dat is de bewaking. Ze staan hier overal, dus met z'n tweeën gaat sowieso niet lukken. Nee, één van ons moet het gaan doen. Ja. Doe jij het? Nee, jij hebt zo'n grote mond, jij doet het maar. Maar jij zei toch net dat jij het ging doen? Ja. Jij moet het gewoon doen, jongen. En de schaatsers zitten daar in het midden, dus eigenlijk moet ik daar ook gewoon zien te komen. Ik ben zo zenuwachtig nu. Ze houden ons al de hele dag in de gaten en nu moet het gewoon gaan gebeuren. Ik moet het ijs gewoon op. Holy shit, wat heb ik mezelf aangedaan? 37. Het zijn er gewoon zoveel mensen die ons in de gaten houden. Ik wel. Oh. Dat is toch wel leuk. Ik loop dus nu in de tunnel die naar het middengedeelte leidt. Hier mag echt absoluut niemand komen, behalve de schaatsers zelf en enkele verslaggevers van de NOS. 5 uur is nu bezig. Nicky is nu naar beneden en gaat zich klaarmaken voor het grote spektakel. Afwachten of het gaat lukken. Echt strikt verboden terrein, het heilige der heiligen. Kut, daar staat op te letten, jongen. Dat is niet normaal. Ik zal ons gewoon een beetje doorblijven, een beetje rustig hier. Hij is nu weg. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij. Ja. Hij staat gewoon. Wat een held. Nu nog op het ijs. Ik ben echt zo zenuwachtig. Het enige wat ik nu nog moet doen, zijn de schaatsen aantrekken en dan het ijs op. Deze schaatspakken hadden we dus gewoon in petto. Dat hebben ze moeten missen hier in Tialf. Maar je hebt wel op het middenterrein gestaan. Ja, ik heb wel op het middenterrein gestaan. En deze pakken die gebruiken we dan maar bij Bo. Hole in the wall.